Ja, welkom bij de provincie Gelderland. Hartstikke leuk dat wij vandaag ook de host mogen zijn van de Binnenlijke ID-Day. En ja, een hele eer dat we hier iets mogen vertellen over ons eigen BIM-programma. Ga ik gelukkig niet alleen doen vandaag. Ik heb hier naast me in de mooie Sabelspoort collega's Joost Dame en Bram Cornelissen. Joost Dame en Bram Cornelissen, BIM-coördinatoren en ik trek het BIM-programma binnen Gelderland. Provincie Gelderland, voor de mensen die ons nog niet kennen, wat doen we eigenlijk als provincie? Nou, een van onze taken is het beheren van wegen. Het gaat over veel meer dan alleen asfalt. We beheren ook alles wat op, naast, onder de weg ligt. Denk aan bomen, denk aan kunstwerken, zoals duikers, bruggen, tunnels, verlichtingsinstallaties, bushalves, carpoolplaatsen. Van alles eigenlijk wat met de weg te maken heeft. We beheren niet alleen maar echte spullen, we beheren ook een heleboel data. Hier zie je even wat kengetallen, 350 objecten, 630 eigenschappen. Nou, daar gaan we straks nog meer over hebben, wat het precies betekent in onze objectenbibliotheek. Maar hier hebben we in ieder geval een beetje een beeld van wat provincie doet. We zijn als provincie ongeveer een jaar of zes bezig met BIM. De eerste stappen in het kader van het project Traverse Dieren. Die hebben we in 2015 gezet. Nou, sinds 2015 hebben we een aantal projecten gehad met BIM. En we hebben een BIM-programma dat draait vanaf 2018. We hebben een aantal grotere projecten gehad. Lekker rondwegen, Traverse Dieren noemen we dat al even, de rondweg Voorthuizen, de rondweg in Wochen wat nog loopt. En daarnaast zijn we een aantal onderhoudsprojecten bezig met BIM. Daarnaast hebben we nog een hele andere tak binnen de provincie. Gebouwbeheer, ook ons nieuwe en oude kantoor zitten volledig in het BIM-model. En dat BIM-model wordt ook gebruikt bij het beheer. Nou, in ons BIM-programma hebben we een aantal doelstellingen. Die eigenlijk allemaal te maken hebben met het slimmer heen en weer gaan van data. Data moet stromen, data moet eenduidig beschikbaar zijn. Data moet beschikbaar zijn op een werkwijze die aansluit bij de ontvangers. Data moet betrouwbaar zijn, herleidbaar zijn en moet er voorspelbaar aan data gewisseld kunnen doen. Nou, wat dat precies betekent en hoe we dat gaan inzetten, daar gaan we zo meteen Joost en Bram wat meer van laten zien. Ik noemde het al even de objectentype bibliotheek, de OTL van Gelderland. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Waar kan je dat mee vergelijken? Nou, je ziet hier achter ons een heleboel boeken, lijkt op encyclopedieën. Zijn het niet, maar toch doe ik even net alsof. En die encyclopedie, dat kan je eigenlijk, zo'n OTL kan je best vergelijken met een encyclopedie, met een woordenboek. Er staan generieke eigenschappen in van objecten. Dan kan je bijvoorbeeld in zo'n OTL leg je vast van een boom. Nou, wat wil je eigenlijk weten van die boom? Wat heb je nodig om die boom te kunnen beheren? Wat heb je nodig? Hoe meet je zo'n boom in? Wat voor documenten wil je eventueel opslaan bij zo'n boom? Dat leg je vast in een objectenbibliotheek. En dan staat hier ook het vastleggen van de informatiebehoeften van de verschillende assets. OTL is een essentieel instrument in ons asset management wat we als provincie doen. In de OTL staat ook hoe de objectentypen zich tot elkaar verhouden. En daarmee vormt het eigenlijk een blauwdruk voor ons beheermanagement systeem. Voor de inrichting van ons beheersysteem. En voor de manier waarop we informatie uitwisselen tussen ons als beheerorganisatie, onze eigen projectenorganisatie en de opdrachtnemers. Daarnaast bevat de OTL ook een eisenbibliotheek. Er staan eigenlijk een standaard eisen in vanuit de vanuit aanleg en vanuit beheer. Nou, voordat we verder gaan met een stukje demonstratie van de OTL, ben ik even benieuwd van wie zit er eigenlijk in de zaal. Voor wat voor soort organisaties werken jullie? Dat is een kleine poll. Je kan klikken op de poll en dan moet je even een stukje soms naar onder scrollen om de submit-knop te vinden. Dat is wel moet je er even bij weten. Ik zie al wat resultaten binnenkomen, provincies, softwareontwikkelaars. De softwareontwikkelaars zijn in de meerderheid vandaag, zie ik. Even kijken. Nou, de provincies nemen het over. Sorry, softwareontwikkelaars. We zijn toch meer met provinciale collega's. Ingenieursbureaus, ook een noemenswaardig aantal. En nog een opdrachtnemer. Hartstikke leuk. Nou, een best wel diverse groep aan organisaties. Laten we hopen dat in de demonstratie die zometeen volgt, jullie allemaal wat interessants kunnen oppikken over hoe een OTL voor jullie type organisatie kan helpen. Ik ga stoppen met praten. Ik ga het woord geven aan mijn collega Joost Dame, die wat gaat vertellen over wat gaat laten zien over hoe onze OTL objectenbibliotheek en eisenbibliotheek in elkaar zit. Joost, brand los. Vandaag wil ik jullie wat meer laten zien over ons OTL. In de OTL brengen we eigenlijk alle informatiestromen bij elkaar. Als eerste laat ik even de objecten zien. De objecten vallen onder objecttypes. Hier zie je alle assets. We gaan eventjes, voor het voorbeeld van vandaag, pakken we even het type brug, het object brug, als voorbeeld. Daar gaan we naartoe.
Door eigenlijk via kunstwerken naar het kunstwerk, via overbrugging, kom je eigenlijk bij het object brug terecht. Hier staat de objectomschrijving. Hier kun je al heel veel terugvinden van wat eigenlijk het hele object inhoudt. Ook aan welk model het hangt. Welke geometrie het heeft en of dat we te kunnen exploiteren. Je ziet ook de koppeling naar de inborg. Deze kun je hier ook al terugvinden. Er zijn verschillende andere tapjes waar je eigenlijk informatie kunt vinden. We gaan even naar het tapje eigenschappen toe. Hier staan alle eigenschappen die we eigenlijk willen weten van het objecttype brug. Je ziet ook aan welk model deze eigenschap gekoppeld is, welke datatype het is en of het een waardelijst heeft, zodat je eigenlijk een waarde gewoon kunt selecteren. Ook hangen aan het objecttype brug eisen. Deze eisen zijn ook terug te vinden in deze objectenboom. Maar we gaan het even beter bekijken bij het eisengedeelte. Via het kopje eisen kun je eigenlijk de eisen bekijken op diverse manieren. We kijken het eventjes per discipline. Hier kan elke asset zelf kijken welke eisen die heeft. En aan welk objecttype de eisen hangen. Je kunt hier een selectie in maken. We pakken even brug. En daarin hebben we alle eisen van brug zijn nu onder elkaar gezet. We gaan even naar het totale overzicht van eisen. In het totale overzicht kunnen we nieuwe eisen aanmaken. Door eigenlijk gewoon een eis te klikken. We geven eventjes wat waardes aan. Test. Eis. Terug. Wat we zeker moeten aangeven is namelijk bij welke asset het wordt. We weten dat het bij kunstwerken hoort. En wat heel belangrijk is, we moeten namelijk even zeggen dat het onder objecttype brug valt. Als ik dan de eisen teruggaan, eisen per discipline, heb ik nog steeds de kunstwerk hier. Dan ga ik zoeken en dan zie ik test ijsbrug. Dit is de eis die ik heb aangemaakt. Deze twee eisen had ik al eerder aangemaakt. Dat is om dadelijk wat al meer te laten zien. Wat we nu ook bijvoorbeeld kunnen doen, is er een volgorde hierin maken. Ik kan zeggen dat testijsbrug eigenlijk de belangrijkste eis is. Testijsbrug eis 1 daaronder ligt. Daaronder hangt. Als je het dan weer bij eisen bekijkt, dan zie je eigenlijk wat het opvolgende eisen zijn. Nu we de eisen hebben toegevoegd aan onze OTL, wil ik ze eigenlijk ook kunnen toepassen in een project. We gaan naar de projectenpagina. Ik heb al een project aangemaakt, de brug verder.
Ik heb ook al eigenlijk de informatie ingevuld die extra nodig is voor dit project. Nu wil ik de eisen gaan toevoegen. Via het tabje eisen toevoegen ga ik naar bulk eisen toevoegen. Ik weet dat ik het objecttype brug wil hebben. Dus ik kan direct zoeken naar het objecttype brug. Nu zien we eigenlijk alle eisen onder elkaar van het objecttype brug. Ook onze eisen die we net opgesteld hebben. Ik selecteer ze allemaal. Ik sluit het vakje. En ik ga terug naar algemeen. Alle eisen komen nu hieronder terug. Omdat brug het enige objecttype is waar ik interesse in heb voor dit project, ga ik het exporteren. Dit doe je door ze eigenlijk op te slaan als een Excel. Nu we de eisen geëxporteerd hebben, gaan we naar de projectenpagina. In de projectenpagina kunnen we deze eisen importeren. We importeren ze even als systeemeisen. We kiezen het bestand uit. En we importeren het. Nu we de systeemeisen hebben geïmporteerd, gaan we even kijken hoe de systeemeisen in het project zijn gekomen. Via technisch management gaan we naar systeemeisen. En daar zien we eigenlijk onze eisen terugkomen. Onze eisen in onze OTL hangen eigenlijk allemaal aan topeis. Dus daarom vind je eigenlijk alle eisen terug onder topeis. Maar omdat ik eigenlijk de testeisen voor brug onder elkaar gehangen heb, komen die apart hier terug. Nu kan een projectteam aan het werk met deze eisen. Goed, hartstikke leuk om wat te zien zo van onze objectenbibliotheek en eisenbibliotheek. Nou, voordat we verder gaan met het tweede deel van deze demonstratie, wat Bram zal verzorgen, starten we even een poll. Want ik ben wel heel benieuwd of de mensen in het publiek ook al daadwerkelijk zelf ervaring hebben met een OTL. Dus in jouw organisatie, gebruik je al een OTL? Ja of nee? Of wil je dat wel, maar weet je nog niet hoe? Nou, dan ben je volgens mij vandaag ook aan het goede adres om wat informatie te halen. Ik zie al best wel wat organisaties die een OTL gebruiken, eentje nog niet. En niemand die dat wel wil, maar niet weet hoe. Dus we hoeven geen mensen op weg te helpen, blijkbaar vandaag. Twee nog. Nou, ik zie het. Hij verspringt nog een beetje. Nou, ik zie dat de meerderheid van de mensen, dat is eigenlijk wel, vind ik wel heel cool, dat er al zoveel mensen blijkbaar ook aan de slag zijn met een OTL. Vanmorgen het ochtendprogramma werd ook al even genoemd. Hè. De volgende uitdaging die we op OTL-gebied hebben is wel zorgen dat al die verschillende OTL's die er zijn in het land, ja, dat we daar ook wat meer standaardisatie in gaan aanbrengen. Dat je niet zoveel verschillende dialecten krijgt van tussen de provincies, Rijkswaterstaat, gemeentes. Het lijkt dat we allemaal willen standaardiseren, maar toch soms iedereen op zijn eigen manier. Daar moeten we denk ik wat verandering in brengen. Voordat we... we gaan nu verder met het volgende filmpje. Gemaakt door Bram. Bram neemt ons mee in de vraag van, wat doe je dan met zo'n OTL? Hoe pas je hem toe? Hoe gebruik je nou om gegevens uit te wisselen vanuit je beheersysteem naar je opdrachtgever? Bram, start het filmpje. Goedemiddag allemaal. Ik wil jullie iets vertellen over het lichtgericht uitwisselen wat we binnen de provincie aan het ontwikkelen zijn. Dit is een alternatief voor het uitwisselen middels Link Data, een Coins 2 container. En hier heb ik eigenlijk een overzicht van wat het lichtgericht uitwisselen inhoudt. Aan de linkerkant zie je toch een stukje Link Data. Dat is de inboor Link Data variant van CROW. Daar hebben we een rechtstreeks koppeling naartoe gemaakt vanuit Relatics, zodat we wel de juiste data binnen kunnen halen. Daarna binnen Relatics, zoals Joost al had laten zien, beheren wij onze OTL en onze eigenschappen en objecten. Vanuit Relatics maken we een export naar ArcGIS. En in ArcGIS maken wij dan volgens een file geodatabase die wij kunnen gaan delen.
En de File Geodatabase is dan ook het lichtgewicht uitwisselformaat dat wij hebben gekozen om mee te gaan delen met de aannemers en andere partijen. Nou, die File Geodatabase aan de bovenkant is nog leeg. Aan de onderkant zie je GISAP staan, dat is ons beheer, assetbeheerpakket. Aan de achterkant zit daar Postgres, dat is de database. En vanuit die database hebben wij meerdere views. En die views, vanuit die views vullen wij de lege FileGeo database met de projectspecifieke data. Nou, op dit moment worden die views nog gegenereerd door door middel van een Excel sheet. En in de toekomst wordt dat een API. Dat gaan we volgend jaar gaan we daarmee van start. Ik wil jullie eigenlijk gewoon wat laten zien. Dus daar schakel ik nu naar over. Hier zijn we weer terug in Relatics. En hier gaan we hetzelfde object pakken als Joost het net had laten zien. En dat is brug. En hier selecteren we weer brug. Dus hier zie je ook weer de koppeling met Inboor. En vanuit hier kunnen we een export gaan maken die we straks in Esri kunnen gebruiken. Dus hier hebben we een Esri workspace document. Dan zeggen we create report. En deze wordt dan aangemaakt binnen de omgeving. En deze kunnen we vervolgens dan gaan exporteren. Dus we downloaden hem naar lokaal. Dan zal je zien dat dit een XML document is. Dus hier heel veel, alle domeinwaarden zitten er ook in. En dat is ook het grote voordeel daarvan. En die gaan we nu in ArcGIS openen. Oké, hier zijn wij in ArcGIS Pro beland. En hier kunnen we dan de XML gaan importeren. Hier heb je trouwens ArcGIS Pro standaard op hogere licentie voor nodig. Je pakt het workspace document. Nou, hier kunnen we de document gaan importeren. Dus in de file database waar we nu in werken. We zoeken de file op. We hebben net gedownload. Downloads. ArcGIS export. Oké. We hebben alleen een schema nodig. Er zit overigens ook geen data in. En we kunnen hem gaan runnen. Nou, zoals je hier ziet, is de input gelukt. En nu gaan we kijken naar waar die terecht is gekomen. Even een refresh. En we zien hier al de discipline kunstwerken als feature dataset. En in deze feature dataset zit de brug. En hier zie je onze OT-code, object type, de brug en dat het een punt is. Nou, we slepen hem in de map. Nou, hier komt wederom de brug naar boven. En je kan zien. Dat alle attribuutdata, dus alle eigenschappen zitten erbij. Daarbij dus ook wat voor type het is. Of het lezen, schrijven en of ze verplicht zijn. Nou. Aan de andere kant halen we dan de view vanuit GISAP. Hier staat hij dan. Een brug. Slepen ook in de map. Koppelen op zijn object ID. En hier zie je alle bruggen in Gelderland die binnen ons beheersysteem staan. Hier zie je alle data, alleen dan met PT-codes in plaats van de eigenschappen. Dat komt omdat er vanuit een view kunnen we geen
aliasen meegeven. Maar op deze manier kunnen we wel altijd goed koppelen. Mocht er namelijk een naam veranderen van een attribuut, maar blijft de inhoud hetzelfde, dan blijft de code hetzelfde en dan wordt alleen de naam gewijzigd. Dan hebben we daar in onze processen geen last van. Nou, deze twee kunnen we nu met elkaar gaan verbinden. Dus gaan we append. Dus gaan we append. En nu kunnen we ze gaan koppelen aan elkaar. Nou, nu is die klaar met penden van de data aan het object brug. Dan gaan we nog even naar brug toe. We kijken in de attribute table. En hier zien we al wat meer data verschijnen. Verder gaan kijken in de data. Ook al meer data verschijnen. Onderhoudscontracten wanneer ze ten einde zijn. Jaar van aanleg. Nou, zoals je ziet, niet alles is nog gevuld. Maar dat is gewoon omdat nog niet alles in onze systemen is gevuld. En dit is eigenlijk het stapje lichtgericht uitwisselen. Ja, nou, hartstikke leuk om te zien in deze demonstratie hoe eigenlijk het traditioneel beheerssysteem, zoals Gieter dat we gebruiken, hoe je dat eigenlijk toch semantiek aan kan toevoegen met het OVL. Het is heel leuk om te zien hoe zeg maar, de semantiek uit de OVL wordt gekoppeld aan een beheerssysteem en hoe je dan een pakketje krijgt dat je kan uitwisselen met opdrachtnemers. We zijn bijna aan het eind van de presentatie. Zometeen is nog even gelegenheid voor vragen. Ik heb hier nog even een sheet toegevoegd met wat ontwikkelrichtingen. Ja, want we hebben net al gezien van de objectenbibliotheek, de eisenbibliotheek, de uitwisseling. Maar er zijn veel meer dingen die op dit moment spelen of die van binnen. Want we blijven de OTL zelf dan doorontwikkelen. We noemden net al inboard, Joost noemde dat filmpje. Maar we gaan inboard verder uitbouwen. We hebben tot nu toe toegepast op verhardingen en voor kunstwerk. Maar we gaan het toepassen op onze andere vakdisciplines: groen, water, installaties, wegwerken. We zijn aan de slag met de ISO 9650, de welbekende BIM-norm over de hele wereld. Allerlei organisaties passen die toe en ook wij zijn aan het kijken van hoe kunnen we onze werkproces daar langs leggen. Zoiets vergelijkbaars hebben we al voor de 55.000 gedaan, de Asset Management Serie. Daar gaan we nu ook voor de BIM-norm doen. We zijn bezig met BIM, projectinformatie management, slimme viewers voor projecten, die weten het omgeving, de projectinformatie management systemen. En we zijn tot slot bezig om te kijken van alles wat we nu ontwikkelen, hoe kunnen we daar ook het ontwerp en de realisatie starten. En de focus van het BIM-programma in Gelderland heeft tot nu toe best wel veel gelegen op beheer. Van project naar beheer. Maar nu willen we het cirkel rondmaken. Hoe kom je nou van beheer weer terug naar de projecten? En tot slot, alles wat we ontwikkelen. Volgens ons is dat een blauwdruk die ook andere overheden zouden kunnen toepassen. Gemeenten, provincies, komt bij ons aan. De dingen kunnen jullie zo krijgen. Je weet het, omgevingen, scripts. We hebben het vrij beschikbaar. Ja, doe er je voordeel mee. Kom bij ons aan en we helpen je graag op weg. Ben ik aan het eind van mijn presentatie gekomen, hebben we nu nog een aantal volgens mij 6 minuten over voor wat vragen. Ik weet niet of Pieter, zijn er wat vragen in de chat? Nee, dat valt heel erg mee, moet ik eerlijk zeggen. Dus blijkbaar zijn jullie heel duidelijk geweest. Of was het onbegrijpelijk, maar dat geloof ik niet met het kaliber van de mensen die erin zitten. En die hebben het volledig begrepen volgens mij. Maar misschien nog wel eventjes, jullie gebruiken het ook in projecten. Hoe zorg je er nou voor dat de opdrachtnemer hier ook goed mee werkt en zorgt dat jullie data weer goed terugstroomt naar jullie toe? Nou, we zorgen sowieso, de contractuele verplichtingen zitten in de informatieleveringsspecificatie. Dus we maken een ILS per project waarin eigenlijk staat wie welke data op welk moment aanlevert in welke format. Daarnaast leveren we ook OTL aan de opdrachtnemers. Zowel, nou, er zijn verschillende vormen waarin je dat kan aanleveren. We doen het op dit moment met coins. We zijn dus ook bezig, als je gezien hebt, met uitwisselen, waarbij je dan een geodatabase krijgt. De opdrachtnemer krijgt ook toegang tot onze relatingsomgeving. Om daarin de eigen
eigenschap en domeinwijzer. Die file die je database, die brandnetnetie, die is ook opgebouwd, daar zitten bijvoorbeeld domeinwaarden. Dat betekent dat je afgedwongen wordt dat je bepaalde waarden gebruikt. En vrije velden die je kan invullen. Ja, zo, op die manier eigenlijk. Oké, dankjewel. En Mark, ik zou wel die vraag van waarom gebruiken jullie eigenlijk nog Coins 2.0? Nou, we waren een van de eerste partijen die samen met Rijkswaterstaat met Coins aan de slag ging. Coins heeft helaas niet de doorbraak gekregen, zeg maar, die we gehoopt hadden. Maar we zijn op dit moment dus bezig met echt een alternatief voor Coins, het ligt weer uitwisselen. Maar dat hebben we nog niet helemaal goed. We hebben de werkprocessen, we zijn er bijna, maar we hebben het nog niet helemaal goed. Vandaar dat we nog een aantal aanbestedingen voor twee uitvoeren, omdat we daar onze tooling en software en werkprocessen voor op orde hebben. Naar verwachting kunnen we vanaf eind dit jaar, begin volgend jaar, volledig gebruik maken van het lichtelijk uitwisselen. Oké, dank je. Hey, en Niels, je zei ook van, wij hebben hier een blauwdruk liggen. Het is toepasbaar voor allerlei opdrachtgevers. Je noemde gemeenten, provincies. Is het makkelijk te gebruiken voor bijvoorbeeld gemeenten? Ja, ik denk zeker die OTL. Als je de workspace, het is makkelijk te gebruiken, mis je wel bijvoorbeeld related on uit. Als een abonnementje bij related volgens mij ook zo. Maar die workspace die kunnen we leeggooien en dan kan je er eigenlijk meteen mee aan de slag. Dan kan je je objecten erin gaan zetten, dan kan je de eigenschappen erin gaan zetten. Met je beheerssysteem ernaast kijken wat je wilt meten. De inboorstandaard, daar heb je de koppeling al mee. Dus als je van blanco begint, dan kan je ook gewoon de inboor objectieven met een eigenschap binnenhalen. Ook die standaardisatie die ik eerder noemde, zodat we dat ook meer voor elkaar krijgen. Dus het is makkelijk te gebruiken en ja, we helpen jullie ook graag op weg als je vragen hebt. Dit is een hele mooie uitnodiging voor iedereen die, die zaten dan misschien niet in dit publiek, maar toch, vertel het rond zou ik zeggen. Het is een mooie uitnodiging voor iedereen die lang heeft zitten twijfelen en denkt het is moeilijk, die kan eigenlijk nu zo aan de gang. Die uitnodiging die gaan we zeker doen, ook in het BIM-programma, waarin we als 12 provincies met gemeentes Amsterdam en gemeente Rotterdam samenwerken. Nou, ook daar zal ik die dat aanbod doen. Er zijn een aantal provincies al wat verder op weg. Er zijn ook provincies die nog moeten starten. Nou, wellicht dat we hier een voordeel mee kunnen doen. Goed, heren. Ik zie verder geen vragen meer in de chat. Misschien dat iemand nog zijn laatste vraag in wil zetten, maar volgens mij... Wat willen weten. Sorry, wat zei je Niels? Ik verstond het niet goed. Er komt er nog eentje binnen volgens mij. Ja. Wil je intern van dezelfde uitwisselstandaard gebruik maken als tussen de marktpartijen? Of blijft daar een verschil in zitten bij jullie? Nee, daar blijft denk ik een verschil in zitten. Omdat je intern wil je eigenlijk nog meer toegestipt zijn op de applicaties die intern worden gebruikt. Ik noemde net als een van de laatste de koppeling met ontwerp en realisatie met CAD. Ja, kies je juist weer formats die daarbij op aansluiten. Kijken hoe kan je het hele binnenhalen binnen kapotgeven. Dus intern is het gewoon zoveel mogelijk toegesneden op onze eigen software en applicaties. Dankjewel Joni voor deze vraag. Het is ook bijna tijd, dus ik denk dat het ook tijd is om af te sluiten. Heel erg bedankt voor het inzicht in een werkwijze zoals Gelderland dat doet met het werk met een OTL. Dankjewel Bram, Joost en Niels. Volgens mij, Niels, heb jij in ieder geval straks nog een hele mooie presentatie verderop in het programma. Over 3D, dus dat gaat over de vraagstukken van hoe ga je dan starten naar 3D en daarna de beheerplaats. Oké, nou, wie weet. Interessant voor de mensen die hier hebben gezeten. Een beetje leuk voor de mensen die hier zitten. Ik kom ook even naar die andere sessie toe. Precies, dat is het. Iedereen nog een hele fijne middag. En heren, dank jullie wel voor jullie presentatie. Fijne middag iedereen. Fijne middag. Dag.